En leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is woensdagavond, nog één dag werken en dan heb ik weer weekend. En het is een heerlijke woensdagavond is het. Het is wel wat kouder geworden, dat wel iets, maar het schijnt nog een lekker zonnetje. Ik loop nog gewoon in mijn korte broekje en we gaan gewoon... Ik heb toch voor de zekerheid duik. Ik zal wel eerlijk zijn. Ik heb wel een trainingspak meegenomen. Want ik dacht even dat het te koud zou zijn. Maar goed, we zijn hier aan het Hartenkanaal. Jullie zien het. Ja, we zijn hier veel over te vloggen. Maar dit is het Hartenkanaal in ieder geval. Maar dat is ook eigenlijk niet zo belangrijk. Belangrijk is dat ik nog even de week doorneem. Niet veel gevlogd. En in ieder geval... heb ik een heerlijke, lekkere, rustige week gehad. Dus ik ga het, zoals de mensen al gehoord hebben, zaterdag ga ik naar de Efteling toe. Voor het Efteling abonnement. Eindelijk ga ik hem halen. Ramon gaat hem ook halen. En jij mensen, kijk maar om je heen. Dit keer ben ik echt alleen. Dit keer geen Ramon. Dit keer ben ik echt alleen. Dus... Ramon die heeft ook zijn Efteling abonnement gehaald. Of die gaat ook zijn Efteling abonnement zaterdag halen. Ik ook. En dan zijn we wat vaker in de Efteling ook te vinden. Er komen in ieder geval een heleboel leuke Efteling vlogs van de zomer aan. En ik ben echt van plan om regelmatig naar de Efteling toe te gaan om daar te vloggen. Daarvoor heb ik het abonnement genomen. Dus ik heb er nogal vreselijk zin in. Ik kan niet wachten eigenlijk tot het gaat gebeuren. Eindelijk, ik heb het al vanaf november of zo zit ik het al te vertellen. dat ik het graag wil doen. Dat ik graag een Efteling abonnement wil en nu is het eindelijk zover. Eindelijk gaat mijn wens in vervulling. Dat zal dus betekenen dat er een hele hoop Eftelingsvlogs zou komen en dat er ook Efteling mensen zouden komen. Zullen komen mensen die dus geïnteresseerd zijn in Efteling vlogs. Die mensen die wens ik alvast in ieder geval veel hartelijk welkom op mijn YouTube kanaal. En er zijn nog een paar Eftelings vlogs zijn er te zien. Eentje momenteel. Er is nog een Slagharen vlog is er ook nog. Dus pretpark Philippies genoeg. Binnenkort gaan er natuurlijk een heleboel nieuwe erbij komen. Die ik dus ga vloggen. En ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Om met Kevin en met Ramon leuke filmpjes te gaan maken in de Efteling. Voor de rest is het al een week. Is het alweer geleden. Dat ik even tijdelijk afscheid genomen heb van GTA. Ik moet jullie eerlijk toegeven. Ik ben nu al een week gestopt en door de afgelopen periode op GTA met de hoop schietpartijen, onnodige kills, sessies die overvol zijn, sessies waar je niet leuk geld kan verdienen omdat je telkens kapot wordt geschoten, tot aan de grote ruzie natuurlijk twee weken geleden. Ik heb het nog geen ene minuut gemist, dus misschien is dat voor elke GTA fan is dat balen, maar ik ben echt GTA zat. Ik ben al twee weken eigenlijk al gestopt ermee en ik heb eigenlijk nog geen ene minuut heb ik mijn eigen vervuld of heb ik GTA gemist of ik heb het hartstikke naar mijn zin zonder GTA. Wat dat betreft, ik kan het nog wel even een paar weken zo volhouden. Ik vind het wel heerlijk, lekker rustig. Ik heb s'avonds niet meer de verplichting dat ik elke avond moet GTA livestreamen. Nou moet dat ook niet, nou is dat ook geen verplichting, maar... het is op een gegeven moment werd het dat wel. Op een gegeven moment werd het gewoon een verplichting. Op een gegeven moment
had ik er gewoon avond bij van... Oké, ik zet de PlayStation aan omdat het moet. En niet omdat ik er zin meer in had. Dat was eigenlijk de laatste week eigenlijk zo. En eigenlijk die grote ruzie... Dat heeft me eigenlijk over de streep getrokken om er gewoon even tijdelijk mee te stoppen. En misschien wel... misschien wel voor een langere periode of misschien helemaal wel. Ik heb er in ieder geval nog geen minuut spijt van gehad dat ik gestopt ben met GTA. Het bevalt me prima. En als ik ooit weer ga beginnen met GTA, dan zal het in ieder geval niet meer elke dag zijn. Want ik merk nu gewoon, nu ik s'avonds rust heb en dat ik s'avonds andere dingen kan doen, dat ik niet s'avonds meer verplicht ben om die livestreams te doen. Sinds ik dat eigenlijk niet meer doe, dus dat ik niet meer de verplichting heb om elke avond te gaan livestreamen. Ja, eigenlijk bevalt me dat prima eigenlijk. Eigenlijk ben ik daar zo ontzettend blij mee. Ik kan gewoon lekker mijn eigen dingen doen. Ik ben niet verplicht om maar weer op GTA verplicht aan te zetten. Ook al heb ik er geen zin in. Want het is ook weken geweest. Gewoon omdat het gewoon niet leuk meer was. Dat heb ook niks met de ruzie van die ene specifieke zondag te maken. Daarvoor was het al eigenlijk al gewoon... Ja, het was gewoon al niet leuk meer. Nou, ik heb in ieder geval... net vlak voor de dinges heb ik ook nog van een andere persoon afscheid moeten nemen. Nou, ik heb gisteren vol bewondering naar zijn videootje gekeken. Ik wist niet dat ik daarna ook zou gaan stoppen met GTA. Maar... hij zegt gewoon waar het op neerkomt van, nou, ik ben het gewoon zat. Hij stopt er gewoon mee en het interesseert hem ook niet echt volgens mij meer dat ik het contact verbroken heb. Nou, aan mij kan het precies hetzelfde. Ik denk ook aan mijn eigen... meneer, die komt allemaal met verwijten van oude koeien uit de sloot halen en weet ik veel allemaal wat die allemaal nog meer zeggen allemaal, maar in ieder geval ik heb meneer 3, 4, 5 kansen gegeven om af te spreken en dan kwam meneer ook niet opdagen, dus als je dan commentaar hebt op een ander, kijk dan eerst eens naar jezelf wat je zelf ook allemaal mispeuterd hebt. Maar goed, dat wil hij niet zien. En ik had toch geen contact meer met hem. En ik heb hem nog nooit in het echt gezien. Omdat meneer 7 keer zijn afspraken niet nakwam. Dus ik ben er wel klaar mee. Ik hoef met hem ook geen contact meer te hebben van mijn part. Het interesseert me niet meer zoveel eigenlijk. Ik heb nu in ieder geval andere dingen wat ik van plan ben om te gaan doen. Ik ben van plan dus om naar de Efteling te gaan. Lekker een abonnementje nemen. En dan ben ik vaak in de Efteling te vinden. En ik ben vooral van plan om leuke video's te maken. Dat is eigenlijk het belangrijkste eigenlijk wat ik wou doen. Nou, vandaag, jullie weten dat ik een nieuwe telefoon heb. Samsung Galaxy S9 heb ik. Heb ontzettend veel geld gekost. Ben eigenlijk een beetje genaaid door de KPN. Maar ben eigenlijk genaaid door de KPN. Die me gewoon voorgelogen heb qua prijzen. En ik moest in één keer, nogal een aardig geldbedrag in één keer op tafel leggen en de rest wordt pas verspreid over 2 jaar. Ik heb ook de KPN gebeld, gevraagd ook van hoe het precies zat en hoe het precies in zijn werk ging. En men kon niks voor me doen. Ik had duidelijker moeten zijn, ik had duidelijker moeten lezen in de beschrijving. Dus over 2 jaar dan ben ik het eigenlijk zat en ga ik geen KPN meer nemen. Ik ga het over 2 jaar lekker over naar een andere provider. Ik ben een beetje
Ik ben het een beetje zat over van die bedrijven. Internetbedrijven, telefoonmaatschappijen. Met zo'n helpdesk die alleen maar aan hun eigen denken. Van als ik de centjes maar binnenkrijg en een beetje over de rug van klanten probeert geld te verdienen. En daar ben ik een beetje klaar mee. Dus er was ook helemaal geen respons mogelijk. Er was geen alternatief. Ik moest het maar zo nemen zoals het was. Ik moest gewoon in één keer een groot bedrag dokken en de rest over 2 jaar verspreiden. Dus ik heb gezegd dat ik dan maar eens eventjes op zoek moet gaan naar een andere provider. En hij zei van als u dat wil, dan moet u dat doen. Toen heb ik gezegd van nou, dat zal ik zeker doen. Want ik laat mij eigenlijk niet afbluffen. En ik heb ook gezegd dat mijn harde houding eigenlijk tegenover KPN... dat moet wel bij die bedrijven. Die bedrijven die vragen er eigenlijk een beetje zelf om keihard aangepakt te worden. Want die bedrijven die... of dat het nou een bedrijf is als KPN of een internetprovider. Want internetproviders heb ik een beetje eigenlijk hetzelfde gevoel eigenlijk bij. Zo, dat ga ik dus niet doen. Want er staan allemaal brandnetels. Ik denk ik loop hier even gezellig omhoog. Want dat ga ik dus even niet doen. Sterft hij van de brandnetels. Maar die bedrijven die vragen er eigenlijk zelf om eigenlijk keihard aangepakt te worden. Over hun lijkmentaliteit wat hun doen, daar ben ik een beetje, word ik een beetje zout van. Hun zitten daar met achter hun schermpje, achter hun telefoontje, achter hun helpdeskje met een computertje en een beetje interessant te doen. En proberen gewoon kijkers of gewoon klanten gewoon hun geld af te troggelen. Want het zijn gewoon geldtroggel bedrijven zijn het. En ben ik een beetje klaar mee. Dus ik ga het over 2 jaar ga ik andere internetprovider nemen. Ik ben het helemaal zat. Elke keer dat gezeur. Maar ik moet van het weekend ook nog even langs de winkel. Want ik had een hoesje kopen voor mijn telefoon. Dat als mijn telefoon valt, dat hij dan niet gelijk in 1000 stukjes legt. Of dat het beeldscherm niet gelijk kapot is. Want daar hebben die smartphones nogal ontzettend veel last van. Ze zijn overgevoelig. Hoe maar bij het minste geringste wat er gebeuren of het hele scherm is kapot. En dat had ik dus gedaan. Dan moest ik daar ook weer een abonnement. Heb ik ook nog een discussie gehad met die vent. Want ik moest er gelijk een abonnement benemen. Een verzekering, weet je wel. Dat ik dan gedekt zou zijn als er wat aan de hand is. Nou, uiteindelijk heb ik het toch gedaan. Ik was er eigenlijk niet helemaal blij mee dat ik een abonnement of een verzekering erbij zou nemen. Simpel en alleen om het feit dat als jij een verzekering afsluit met je telefoon en er gebeurt wat met je telefoon, dan heeft die verzekering ineens altijd, dat is altijd heel gek en dat is echt bijna altijd het geval, dat als je verzekering... dat je dan de verzekering belt dat je telefoon kapot is. Ja, dan is ineens dat stukje waardoor jouw telefoon kapot gegaan is, dat zit ineens niet meer, dat valt ineens te buiten. Dat valt ineens buiten de verzekering. Dat vind ik altijd wel heel erg typerend altijd. Dat heb ik hem ook uitgelegd. Maar ik heb dus toch een abonnement genomen. Of een verzekering erop. Op mijn telefoon, op mijn Samsung Galaxy S9. En nou is mijn scherm is
Nee, ik heb een hoesje gehad en een beschermding. De achterkant van mijn telefoon is beveiligd. En aan de voorkant zat een apart schermpje. Nou, dat ging allemaal heel goed. Toetsen waren wel wat minder snel, omdat dat gekke apparaat ervoor zat. Maar ja, het beschermde mijn beeldscherm, dus ik was al lang blij. Totdat vandaag ineens mijn hoesje eraf viel. Nou, mijn hoesje die viel er ineens af waar die het beeldscherm beveiligt, beschermt. En toen probeerde ik hem er terug op te zetten en toen brak hij gewoon. Hij brak gewoon, hij is gewoon helemaal gescheurd. Nou ja, dan ben ik gelukkig blij dat niet mijn telefoonscherm hetzelfde is, maar gelukkig alleen het beschermhoesje, maar die brak gewoon spontaan ineens. En daar ga ik dus even van de week even mee terug. Want ik heb, het is nog ineens, ik denk een maand geleden of zo, 2 maanden geleden. Dus ik ga maar eens eventjes kijken of dat ik een nieuw beschermhoesje kan krijgen. Voor de toetsen en het beeldscherm te beveiligen, te beschermen. En vragen wat er nou precies gebeurd is, want ik snapte er helemaal niks van. Hij brak in één keer praktisch spontaan af. Heel vreemd. Dus dat ga ik van de week ook nog even doen. Maar ik ga zaterdag nog eerst dus even kijken voor mijn Efteling abonnement. En Ramon gaat ook een abonnement nemen. Dus dat is wel ontzettend leuk. Kijk eens wat achtergrond trouwens, jongens. Wat prachtig, hè? Gaat er gewoon weer helemaal nergens over. Ja, ik weet het, hè, jongens. Het gaat er gewoon helemaal nergens over. Abonneer op It's Your Tracks. 327 abonnees. Of 328 abonnees. Dus vandaar. Nou, jullie horen het. Mijn stem die is ook een beetje weg. Dus ik ga hem ook dadelijk even weer neerleggen. Ik ga nog even lekker peukje roken. En dan kom ik zo nog wel even bij jullie terug. Als ik nog wel weer wat te melden heb. Ik heb zo nog wel wat te melden, denk ik. Dus ik ga hem heel even neerleggen. Ik ga even sekje roken. En ga ik nog even genieten hier van dit uitzicht. Want het is wel ontzettend mooi hier, hoor. Daar is de Hartelbrug. Dat is het Hartelpark hierachter. Dat is het Hartelpark. Dat loopt dan helemaal door. En daar heb je de Spijkenissenbrug, daarachter. En hier heb je de Botlekbrug. Die gekke gebouwen, daar waar Botlek op staat, dat gekke gedrocht, dat is de Botlekbrug. Dat is dus die fantastische brug die al in een paar jaar tijd meer dan 1000 storingen heb gehad. Echt fantastisch. Ja, mensen kunnen Nederlanders kunnen heel goed bruggen bouwen, wordt er gezegd. Nou, ik weet niet waar deze grapjas vandaan kwam die deze brug gebouwd heeft. Maar voor mij was dat dan geen Nederlander. Want echt waar, het is echt een schande hoe die brug meer dan 1000 storingen in 2 jaar of zo. Dus dan ga ik weer door de. Ik ga weer door de bosjes heen. Dat moet ik niet te vaak doen, want anders leg ik weer helemaal open met mijn benen. Nou, ik ga even een stukje roken. En dan ben ik dadelijk weer bij jullie terug. Tot zo. Zo, nou daar ben ik weer, hoor. Daar ben ik weer. Ik heb nog eventjes even lekker gezeten voor mijn gemakkie. En even lekker uitgerust. Ik ga zo weer richting huis. Dan ga ik deze video even editen. En dan komt dat ook weer helemaal in orde. Ja, verder heb ik niet echt veel meer te melden. Ik denk, ik zal nog eens even nadenken. Heb ik nog wat te melden verder? Nee, niet veel meer. In ieder geval hoop ik dat jullie het leuk vinden van de Efteling vlogs. De eerste komt dus zaterdag. Zaterdag ga ik naar de Efteling toe. En dan zal ik natuurlijk ook mijn camera meenemen. En dan ga ik natuurlijk ook vloggen. Ja, daar ga ik ook vloggen. Ik heb in ieder geval er heel veel zin in. Ramon zal er zijn, Kevin zal er zijn. En we gaan wel zien wat het gaat worden zaterdag. Het zal wel ontzettend druk worden. Ik weet nog niet of er weer veel attracties kunnen. Want de wachtrij zal wel weer ontzettend torenhoog wezen. Maar goed, we gaan het allemaal wel zien. Ik wou nog even helemaal hier naar beneden rijden. Ik denk ik vond het wel een beetje tricky om mijn autootje zo helemaal naar beneden te rijden. Kijk, hij staat nou een beetje, half staat hij nou een beetje, dus ik was er nog niet echt
Ja, ik durfde hem niet echt helemaal naar beneden te rijden. Het is nog wel een beetje raar gras en zo. Het is wel droog, toch wel volgens mij. Maar ja, in ieder geval, ik denk nou, ik zet hem maar even zo neer. In ieder geval zou ik in ieder geval zeggen, willen jullie nu nog meer op de hoogte zijn over mijn activiteiten, bezigheden en weet ik voor allemaal, ga even naar mijn Twitter-account, apenstaartje It's Ultrex. Daar kan je me op Twitter kan je me volgen en dan kunnen jullie nog meer zien waar ik mee bezig ben, wat me bezighoudt en wat ik allemaal weer zeg over die anti-rokertjes, want daar word ik ook helemaal scheidsziek van trouwens, daar wou ik het ook nog even over hebben. Over die zielige anti-rokertjes. Hadden we pas geleden, mochten we dus niet meer in restaurants en in horecagelegenheden. Mag je niet meer roken. Nou oké, okay. In etengelegenheden kan ik me dat nog wel enigszins voorstellen. Dus, wat hadden ze gedaan? Ook in discotheken trouwens mocht je niet meer roken. Dus, nou dat is al helemaal lekker. Want dan ruik je lekker al dat zweet van die dansende mensen allemaal. Kijk, en toen je nog in discotheken mocht roken, had je er niet zoveel last van. Dus wat is nou beter van de twee? Maar toen moesten ze allemaal rokershokken gaan bouwen. In ziekenhuizen, nou in ziekenhuizen mocht je eigenlijk helemaal al niet meer roken. Maar in ieder geval in discotheken, horeca ondernemingen, cafés, weet ik veel allemaal. Overal moesten rokershokken komen. Nou, dat werd weer verboden, want dat mocht weer niet. Toen gingen ze het maar verzinnen van, joh, die rokershokken moeten wegwezen. Ze gaan maar allemaal lekker buiten op het terras staan te roken. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Alle rokershokken weg. Nou moeten we allemaal dus op terrassen gaan staan roken. Inmiddels is dus ook op de wachtrijen in de Efteling en andere pretparken mag je ook niet meer roken in de wachtrij. Raar, heel erg raar. Vroeger ging de kleine jongen of de kleine meid ging bij opa op schoot zitten en die zei tegen opa, opa, steek nog eens een sigaar op, want het ruikt zo lekker naar toffee tabak. En tegenwoordig zijn het gewoon allemaal kleine, ja, anti-rookventimentalistetjes, weet ik veel wat. Harry Jekkers heeft er nog een heel leuk stukje over gemaakt. En dat is al heel lang geleden, begin jaren 90 of zo. En ja, alles wat hij eigenlijk zei, dat is eigenlijk uitgekomen eigenlijk. Nou mag je ook al binnenkort waarschijnlijk niet meer op de terrassen roken. Kinderboerderijen mag je ook niet meer roken. Dus mij zal je in ieder geval nooit meer op een kinderboerderij zien. De horeca, daar mag je dus binnenkort en niet meer binnen en niet meer buiten roken. Dus daar mag je ook niet meer roken. Nou, en dan vinden ze het binnenkort gek dat het gaat zo slecht met een horeca. En cafés draaien niet, komen geen mensen meer naar de cafés en dit en dat. Ja, met zulke domme regels. En dan krijg je nog van die achterlijke spots waarin ze kinderen misbruiken om, sorry, ik zeg het verkeerd, waar ze kinderen gebruiken. Want ik zou zeggen, ik zei misbruiken, maar dat is helemaal al een verkeerd beeld. Maar waar ze kinderen gebruiken om hun eigen zin door te drijven met reclamespotjes van roken kan echt niet meer. Nou, Ik snap dat niet echt helemaal, want ja, volgens mij is iedereen nog altijd nog zelf de baas over zijn eigen lichaam. Maar volgens mij is dat niet meer, ja, het is gewoon rokertjes pesten, het is gewoon rokertjes wegziek stralen. Jij bent een roker, dus je moet maar, ja, je moet maar doen wat de niet-rokertjes willen. En nou, het is gewoon echt schandalig. En ik ga altijd met die anti-rookventimentalisten, ga ik altijd in discussie. Dat zie ik weer op nu.nl of zo. Trouwens ook een ontzettende anti-rookventimentalist pagina is dat. Ik word echt scheidsziek van nu.nl. Ik ga binnenkort eens een andere nieuwssite proberen. Want ik vind nu.nl echt een ruksite geworden.
die doet er ook heel erg aan mee. Lijkt wel dat ze gesponsord worden. Maar ja, dan gaan ze. Komt er weer een of ander stuk over waar ze het weer over roken gaan hebben. En oh, het is slecht. En oh. Nou, volgende week was het ineens weer over. Ja, de rook voor sigaretten is slecht. Ja, maar dat wisten we al. Roken is slecht, dat wisten we al. Maar laten we het. Laten we elkaar niet pesten. En laten we elkaar gewoon in de waarde. En als iemand nou gewoon zin heeft om een checkie op te steken, ga even ergens onder staan. En ga lekker. Ga lekker daar een checkie op steken. Maar laat iemand een checkie op steken. Dat vind ik trouwens ook heel raar. Met de terrassen vind ik dat heel erg raar. Je mag dus niet meer op het terras roken. Nee, want de mensen die op het terras zaten, die hadden last van de rook. Volgens mij zijn al die mensen, die zitten allemaal binnen. Nou, ze zaten binnen in de. Ja, ik zeg maar wat, in een café of zo. Dan zitten ze binnen. Ja, ik heb er last van de rook. Nou, moesten de rookjes buiten gaan staan. Gaan we buiten op het terras, gaan we een checkie roken. En wat gebeurt er? Altijd, want dat is altijd zo. Ja, dan is het ineens, buiten is het gezelliger dan binnen. En dan krijg je dus... Zo, die motor is echt fucking irritant. Ik heb niks beters te doen dan heen en weer rondjes rijden. Komt weer. Maar ja, dan is het ineens is het buiten gezelliger dan binnen. Dan gaan ze ineens gaan ze allemaal buiten staan. Mensen hebben zo verschrikkelijk last van de rook. Maar de rookjes worden naar buiten gepest. En wat gaan de niet-rokers doen? Die gaan ook buiten staan. Ja, dan heb ik zoiets van jongens van ja. We zijn er toch allemaal mee bezig. En ja, ik ben zelf ook een roker. Ik ben er niet trots op. Ik had ook graag willen stoppen. Ik had ook graag andere dingen willen gaan doen in plaats van roken. Want het is niet alleen slecht voor je gezondheid. Het is ook heel erg duur, is het. Want wij betalen nog steeds accijns. En we betalen nog steeds... hoe heet het ook weer? We betalen nog steeds accijns en belasting erover. En dat wordt alleen maar duurder en duurder. Omdat allemaal van die ziekstralers allemaal gaan lopen zeiken. Van ja, roken is slecht voor je. Oh, en niet roken waar, niet roken op speeltuinen. Niet roken bij kinderboerderijen. Nou, dat kan ik me nog wel enigszins voorstellen dan een beetje. Maar nee, ook niet meer in pretparken. Niet meer binnen, niet meer buiten, niet meer daar, niet meer daar, niet meer daar, niet meer daar. Dadelijk mag je gewoon ook niet meer roken in je eigen achtertuin. Het is echt, het wordt steeds gekker wordt het. En mensen bemoeien maar zich met een ander. Als iemand een checkie opsteekt, ja, dan ben je gelijk een viespeuk. En dan word je gelijk een stempel op je van ja. Je mag niet meer roken, het is slecht voor je, wat ben jij viezerik en dit en dat, ik heb last van je rook. Ja, als je last hebt van mijn rook, kom dan ook niet bij me staan. Dus, nou, ik heb ook hele discussies op Twitter erover, je kan het allemaal nalezen. En, ja, dat kun je dus ook bewonderen. Het is niet altijd de leukste gesprekken, maar ik ga altijd in discussie met die lui, want ik vind het zo verschrikkelijk, die mensen, oh. Wat een verschrikkelijke lui zijn het. Maar ja, laten we het gezellig houden. In ieder geval, ik ga het even lekker naar huis toe. Ik ga het, nog even deze vlog bewerken. En dan spreek ik jullie allemaal. Ik denk dat er misschien van de week nog wel even morgen nog wel even een vlogje online komt. Vrijdag ga ik even klussen. En zaterdag gaan we naar de Efteling. Nou, ik zou zeggen in ieder geval jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op Israel Tracks. Ruim 320 abonnees. Het gaat echt de goede kant uit. Op naar de 1000 abonnees zou ik zeggen. Zou hartstikke mooi wezen. Als we nog voor december, ja niet de 1000. Dat zou wel heel erg, dan moet ik nog 700 abonnees hebben. Maar in ieder geval laten we zeggen 400 abonnees. Zou wel mooi zijn voor december.
zou wel ontzettend gaaf wezen. Of over de 400 zou nog beter wezen natuurlijk. Maar in ieder geval, abonneer als je dat nog niet gedaan hebt, want je mist anders een heleboel leuke video's. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En YouTube schijnt weer wat nieuws verzonnen te hebben met het belletje. Je schijnt ook bepaalde dingen nog in. Tegenwoordig als je op het belletje drukt, schijn je nog op bepaalde opties te kunnen kiezen. Dus doe gewoon alle opties open, zodat je gewoon altijd een melding krijgt als ik weer een nieuwe video of livestream begin. In ieder geval de groetjes van deze kant. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Hier vanaf toch wel een ontzettende mooie schitterende plek hier. Het Hartelpark of het Hartel kanaal. Blijft altijd een hele mooie omgeving hier. Het is jammer dat het hier af en toe nog wel eens verpauperd wordt door van die hangjeugd en van die achterlijke motorrijders en autoracers die hier kaart voorbij schieten. Maar het is hier echt een schitterende omgeving, jongens. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken en ik zou zeggen tot de volgende vlog. En ik zie jullie allemaal weer. De groetjes allemaal en jullie weten het allemaal al. Skabidi, skabidoo, skabadabadoo. Paf.